Een belangrijke stap om het ondernemersklimaat in Suriname te verbeteren. Zo typeert minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap, vandaag de lancering van de applicatie voor de afdeling bedrijfsvergunningen van het departement in de Utopia Heritage. De bewindsvrouw stelt dat de digitalisering het vertrouwen in de overheidsinstellingen zal versterken. We zetten ons in om ons ondernemersklimaat te verbeteren en omarmen een toekomst vol innovatie, economische groei en digitale transformatie. Vandaag zien we niet alleen de tastbare vooruitgang die we boeken, maar ook de waardevolle samenwerkingen die deze ontwikkelingen ondersteunen en onze weg naar een sterkere, dynamische economie mogelijk maken. In de afgelopen jaren heeft Suriname een transformerend pad afgelegd. En we zien een aanzienlijke vooruitgang in ons bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers betreden de markt. En zowel lokale als internationale investeerders zien het potentieel in Suriname. Deze groei is geen toeval, maar het resultaat van toewijding, samenwerking en een gedeelde inzet om een bloeiend ondernemersklimaat te creëren. De minister vindt dat elke burger zich moet blijven ontwikkelen. President Chandrika Prasad Santokhi meent dat met de applicatie en digitalisering van overheidssystemen zaken sneller afgehandeld kunnen worden. Vier voordelen van het digitaliseren. Ik ben bijzonder blij dat ook het vergunningssysteem van ons gedigitaliseerd wordt. Binnenkort hebben we meer producten. IGOV, onze directeur, onze EID, onze uittreksel. Alles wordt gedigitaliseerd. We hebben binnenkort ons camera systeem. Begin volgend jaar wordt alles geïmplementeerd. Driver's license, digital, car registration, digital, camera system in place. Any offense automatically, fined. I'm collecting money digital. You know, that's the system you need. Step by step. Het nieuwe platform maakt het mogelijk om vergunningsaanvragen digitaal af te handelen. Vanaf de intake tot het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een economische activiteit.